Dus. We zijn er weer met de Gouden Gidsenvisie. We gaan als een speer naar Dort voor de wedstrijd Dort-Eindhoven. In Dort werd vanavond een contract getekend tussen de CV Eerste Divisie en de Gouden Gids. Frans Derks, de voorzitter van Dort, zette zijn krabbel. En die wil nu ook heel erg graag dat trainer Harry van der Ham en de zijne de 3 punten in Dort houden. U hoort Mark Terloo. Dordrecht speelt in de groene shirts en is hier dus in balbezit via Romeo van Aarde. Paas naar Marco Bogus, draait weg bij Stam. En dan is het diagonaal inschieten van Marco Bogus in de 14e minuut. 1-0 voor Dordrecht. Zijn 6e treffer in die Gouden Gidsdivisie. Martijn Besseling kansloos. Vrije trap voor Eindhoven. Richting de tweede paal. Daar staat Rijn de Hendricks. Kopt die bal goed in. En dan is het daar Stefan Stam die de gelijkmaker aantekent voor Eindhoven. Raakt geblesseerd. Ook Rijn de Hendricks was geblesseerd, maar kon verder. Hier nog een keer het inkoppen van Rijn de Hendricks. Mark de Vries is te laat. En Stefan Stam kan die bal simpel intikken. 1-1 dus na 28 minuten spelen. De Vries kopt. Krijgt Eindhoven die bal niet onder controle. Is dit El Khalifi. Terug naar de Vries. En dan is het zowaar 2-1. 8 minuten voor de rust. Mark de Vries met zijn 6e van de competitie. El Khalifi mooi teruggespeeld. De Vries behoudt het overzicht. 2-1 dus voor Dordrecht. Tweede helft. De hoekschop van Romeo van Aarde. Natuurlijk de luchtmacht van Dordt voorin. Martijn Besseling kopt niet erg goed uit zijn doel. Stond die bal dan ook niet goed weg. En dan staat daar Leon van Dalen, de centrale verdediger, die 3-1 scoort in de 72e minuut. Prachtig aangesneden hoekschop van Romeo van Aarde. Martijn Besseling stompt die bal richting het centrum. Daar staat Leon van Dalen en die scoort zijn 2e goal in de betaalde voetbal. El Khalifi gaat aan over het knietje van Anton Wellens, de invaller. En die heeft al een keer geel gehad van scheidsrechter Wiedemeijer. Dit is zijn 2e. En die mag 10 minuten voor het einde van de wedstrijd vertrekken dus met een rode kaart. Duidelijke overtreding van Antoine Wellens. Eindhoven dus in de slotfase van de wedstrijd met 10 man. Bogus. In het centrum komt Mark de Vries. Bogus behoudt goed het overzicht en daar is Mark de Vries met zijn 2e van de avond. In de 90ste minuut 4-1. De eerste thuisoverwinning voor Dordrecht aan de Kromme Dijk is een feit. Goed spelen van Bogus tussen John Laponder en Stefan Stam door. Daar staat Mark de Vries frank en vrij. 4-1 dus. En hier zijn de uitslagen. VVV MVV 2-1. Excelsior wint knap bij Cambuur. ADO Den Haag top Os 2-0. RBC verliest met 0-3 van Emmen. Haarlem Zwolle 1-1. Knap puntje voor Heini Otto en de zijne. Dordrecht 90. Eindhoven 4-1. Maar liefst mooie avond voor Frans Derks. Maar ook voor Harry van der Ham. Harry, gefeliciteerd. Veendam Helmond Sport wordt morgenavond gespeeld. Evenals de Eagles thuis tegen Stormvogels Telstar. En Volendam tegen Heracles Almelo is zondag. Wat valt ons op aan de stand dat Excelsior het soeverein blijft doen. Zwolle die laat toch 2 dure punten liggen bij Haarlem. En Emmen is gewoon heel erg goed bezig onder leiding van trainer Henny Spijkerman. Dat mag ook wel een keer, want hij heeft veel tegenspoed gekend bij VVV. In het begin bij Emmen. Hij staat nu keurig op de 3e plaats. Dan hebben we het rechter rijtje met Haarlem een puntje erbij. En de Dordtenaren gaan van 17 naar 13. Eindhoven blijft onderaan. Dan de topscorers. De topscorers. Paul Weerman, die heeft het weer helemaal. Hij maakte weer een goede goal vanavond. Daar komt hij. Tik. Dit keer niet met de kop. Maar hij is helemaal in vorm. Doelpunt nummer 8 voor Paul Weerman, die van Achilles kwam. Mark de Vries maakte er 2 voor Dordt. Het is wel een Dordtse avond. Marco Bogus maakte er weer 1 voor Dordt. En Cecilio Lopez en Maurice Graaf, zij scoorden ook. Dan gaan we naar de 3 nieuwe momenten. U kunt de hele week stemmen op www.sbs6.nl. Onze redactie heeft weer 3 fragmenten voor u uitgekozen. Hier komen ze.
3 fragmenten. U kunt de hele week stemmen op www.sbs6.nl. U ziet dat hier in beeld. En ik zet 100 gulden op het tenentrappen van RBC Roosendaal doelman Wim de Ronde. Daar zal hij toch absoluut niet voor geschorst gaan worden. Wim, dat gaat niet gebeuren. Wij hebben alles aan u laten zien wat we vanavond aan u willen laten zien. Dan kan ik nog zeggen dat we er zondag in Hart van Nederland zijn met een compleet overzicht van de Gouden Gidsdivisie. Voor nu heel fijn dat u keek. Een heel goed weekend. Graag tot zondag. Hoi. Programma werd mede mogelijk gemaakt door Gouden Gids.